Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Een wat wisselend beeld in ons land. Met in het noorden de zon, in het zuidwesten vaak ook. En verder wat wolkenvelden, maar het is wel vrijwel overal droog. Die bewolking trekt langzaam via het zuidoosten het land uit. En dan hebben we vanmiddag een redelijk gelijkmatig verdeeld beeld. In de ochtend temperaturen net iets onder de 20 graden. In de middag op de meeste plaatsen net iets daarboven. In het noorden net niet 19, in het zuidoosten 24. Zonnige momenten, ook wat wolken. Geen neerslag meer. En de wind draait langzaam naar het noorden tot noorden. Oosten. Vanavond dan brede opklaringen. Temperaturen langzaam dalen tot iets onder de 20 graden. Vannacht gaat het kwik natuurlijk nog wel wat verder omlaag. Maar we komen wel in zachtere lucht. En dat betekent dat we morgen naar 20 tot 24 graden gaan. Eerst de zon in de loop van de dag van het zuiden uit buien. En daarbij kan ook onweer voorkomen. Kunnen best pittige buien worden. En ook woensdag hebben we nog te maken met buien. In het oosten blijft de kans op onweer aanwezig. In het westen wordt het 21 of 22 graden. In het oosten 24 of 25 graden. Met wat zon tussendoor. Dan donderdag en vrijdag, een daling van temperaturen. Het blijft wat wisselvallig, met zonnige momenten, maar ook een aantal buien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.